In deze moderne tijd is het toch wel belangrijk om persoonlijk contact te houden. En zeker voor de oudere mensen onder ons of mensen die een beetje eenzamer zijn. En daarom is er iets heel moois, iets wat eigenlijk al jarenlang bestaat, de telefooncirkel. Maar hij dreigt een beetje verloren te gaan en daarom zijn wij nu bij elkaar gekomen bij een zogenoemd keukentafelgesprek. Om eens even te kijken, wat is die telefooncirkel nu en is het misschien ook iets voor u om daaraan mee te doen? Ik ben Lucia, ik kom uit Heijen en ik ben vrijwilligster en van de dinsdag. Ik ben Maria, ik ben ook vrijwilligster, ik woon nu nog in Oefeld en ik doe de donderdag en de vrijdag omdat we niet voldoende vrijwilligers hebben. Ik ben Ad van der Berg en ik woon op de Lavendel. En ik ben Jovie Gelderen. En ik woon ook in Kuuk. Ja, kijk. Nou, dan weten we in ieder geval wie we allemaal aan de tafel hebben vandaag. En voor wie is dit eigenlijk bedoeld, een telefooncirkel? Mensen die weinig contacten hebben, eenzame. Maar je hoeft ook niet 60, 70 of 80 te zijn. Alleenstaande, ja, dat is wel denk ik een vereiste. Want ja, als je samen met iemand bent, heb je 's morgens contact. En dit is puur mensen die alleen zijn en niet... Bijvoorbeeld wat vaak voorkomt, stiekem te veel, dat die gevonden worden een paar dagen of een paar weken, maanden later. Ja, want dat is dus eigenlijk de bedoeling, dat je dagelijks contact hebt met elkaar om te weten van oké, ik leef nog en alles is oké. Ja, en mocht het zo zijn dat we degene niet te pakken krijgen, dan gaat de cirkel gewoon door en die eindigt weer bij de vrijwilligster. En dan wordt gezegd van mevrouw, die is niet te bereiken. Dan hebben hun nog een sleuteladres, die gaan wij dan proberen te benaderen en die gaan kijken wat er aan de hand is met hun buurvrouw of moeder of vader. Ja, ja. 9 uur beginnen we met bellen. Dan bel ik de eerste en dit is in dit geval Jo en die gaat naar de volgende bellen. En de laatste van de belcirkel die belt mij op en die zegt de cirkel is rond. En we hebben dus inderdaad ooit gehad dat er iemand niet opnam. En er is familie is gaan kijken. En die mevrouw die zat 2 uur op het toilet. En die kon er niet meer af. Ja. Dus als die belcirkel niet was geweest. Ja. Ad, jij bent een van de mensen die opgebeld wordt. Ja hoor. Mag ik vragen, waarom doe je daaraan mee? Wat fijn vindt. Ik heb gesproken door al dit en dat. En zien we het allemaal bekende. Ja. En een beetje een flauwekulke er tussen de wil. Dus, ja. Ze lachen allemaal als ik iets zeg. Dus, oké. Ja, ik hoor het nu ook al, ja. Precies. Dus ze kennen me onderhand van. Ja. En zou het niet kunnen wezen. Maar op zich een fijn idee dat er iemand ergens is die even contact opneemt. Dat is belangrijk. Even hoort of het goed gaat. Jo, wat betekent het voor jou, de belangrijke? Nou, heel veel. Ja, hoezo? Ik vind het alleen... Fijn dat je sowieso gebeld wordt. Ja. En een potje maken op de nuchtere markt, dat vind ik altijd wel gezellig. Ja. En ik vind het wel... mijn dochters vinden het ook fijn, want die is dan ook een beetje wel ontlast natuurlijk. Ja. En die vinden het fijn dat er toch nog om gekeken wordt. Ja. En jij, ik ben er blij om. Ja, en jij belt zelf ook weer Ik bel de volgende. Ik bel de tweede wel op. Ik ben de eerste dan, van de dames. En de tweede die volgt dan, en dan de derde, en tot de laatste dat ik de kring die sluit. Ja. Dus zo doen we dat morgens. Ja, ja, mooi. Het kost je maar een kwartier tijd als vrijwilliger, als deelnemer ook, maar je moet wel zorgen dat je om 9 uur binnen bent en de krant bij je hebt, of niet naar beneden bent voor de scootmobiel. Zo'n dingen gebeuren, weet je wel. Ja. Maar ja, als je hem niet te pakken krijgt, dat is een keer bij meneer gebeurd, ja, dan bel je het eerste sleuteladres en ga nou kijken. Maar door wie wordt dit nou eigenlijk georganiseerd of ondersteund? Door het WOC en Gert Thijssen, die is onze coördinator. Ja. Dan kunnen ze Gert bellen en die neemt dan contact met je op en dan gaat hij uitleggen wat het inhoudt. Ja. En dan hoop ik dat er mensen bij komen, ja. Maar ook vrijwilligers. Ja, want dat is eigenlijk een beetje waarom we nu hier met z'n allen zitten. Ja. Het loopt terug. Ja, ja, er zijn mensen uitgevallen, zeg maar. Er zijn mensen gestopt. Ja. Ja, om de gebruikelijke redenen waarschijnlijk. Maar goed,
We komen mensen tekort. Ja. We willen ook meerdere deelnemers. Ja. Er zijn er nu maar een paar. Maar er zijn misschien in Kuik waar mensen die er niet van bestaan weten. Ja, en die precies. Ook 's morgens gebeld willen worden. Ja. Van goh, dan is er tenminste iemand die weet dat het goed met me gaat. Of juist niet. Ja, ja. Nou ja, wij zoeken deelnemers en vrijwilligers voor de telefooncirkel in Kuik. En dan kunnen de mensen in Kuik, Vianen, ja, in het oude land van Kuik, zeg maar, weet je wel. Ja. Die kunnen allemaal eraan meedoen als ze willen. En dan kunnen ze rijk opgeven bij Gert Thijssen met dit telefoonnummer. Precies. En alle andere mensen die ergens anders wonen, informeer gewoon in je eigen woonplaats. Waarschijnlijk is er bij jullie ook wel een belcirkel of iets, bijvoorbeeld in de ouderenbond of in de ouderenzorg waar iets is. Nou, dames en heren, dankjewel. We zijn weer heel wat wijzer geworden. Ik zou niet weten waarom dat je niet zou aansluiten in zo'n belcirkel, want het is een kleine moeite en een groot plezier, dat is wel duidelijk.